First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft op de Sint Thaddeus School in Saramaca voorgelezen. Dit deed zij gisteren op de Nationale Voorleesdag. Deze hele week wordt er in dit licht aandacht besteed aan lezen. In dat kader hebben ook de kinderen van de Sinja School vandaag genoten van verschillende verhalen. Op deze school hebben onder meer de minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal, klinisch chemicus John Codrington en journalist Carla Boetius voorgelezen. Met deze voorleesactiviteiten worden kinderen gestimuleerd vaker te lezen. Volgens de verschillende voorlezers is lezen goed voor hun ontwikkeling. John Codrington, klinisch chemicus, las de kleuters een verhaal voor over netheid. Niet meer in de buurt van mensen komen als het nog licht is, dat heeft hij zichzelf voorgenomen. Vooral niet in de buurt van mevrouw Oma. Want mevrouw Oma is heel, heel boos op hem. Ja? Want ook al ziet ze nog zo slecht, hem ziet ze zeker wel. Dat was het verhaal van Kakker, de kakkerlak en mevrouw Oma. Journalist Boetius betrok de kleuters van leerjaar 2 bij het voorlezen door hen steeds tussendoor vragen te stellen. Na het voorlezen was het de beurt aan de kinderen om een voordracht te doen. Kleuters van de Sinja School die erg hebben genoten van de verhalen in verband met de voorleesactiviteiten. Gisteren was het de Nationale Voorleesdag waarbij diverse prominenten binnen de samenleving op diverse scholen hebben voorgelezen voor kinderen.